Dus vier mensen in de Maar jij hebt geen zinstraf. Hij loopt in, buddy. Kom jij bij je redden, toch? Ja, altijd. Ik probeer hem vast te brengen. Ik heb een half uur al 10 functies kan je. Nou ben ik plakken, dus ik probeer wat. Nee, maar dat je nu overslaat, dan komt blauw tot in het nummer liggen staan. Ja? Ja? Alvast bedankt. Oké. Dit evenement wordt gesponsord door Seine Wonen, hoofdsponsor. Sjaak is momenteel onderweg. Hij heeft een kleine problematie. Waarschijnlijk moet hij tol betalen in Frankrijk. Hij is in Frankrijk op vakantie. Dus, terug. Maak je vast klaar, ook geestelijk, geloofs. Is nodig. En tot straks. Linkse bochten in die best gevaarlijk zijn. Daar hebben verkeersregelaars staan. Dat zijn de enige mensen vandaag die de bevoegdheid hebben om ook het verkeer te regelen en die auto's stop gaan zetten. Desalniettemin, let op het hele parcours gewoon heel erg goed op. De gewone verkeersregels gelden. Met name ook in de bebouwde kom van Heino en Lierde-Holthuis, daar zitten wat zijstraten ook van rechts in. Verkeer van rechts heeft uiteraard een voorrang. De fietsroute is uitgezet met kleine gele bordjes met een rode pijl. De looproute dat zijn de hele grote borden. Ik wens iedereen ontzettend veel plezier. We hebben er mooi weer bij. Kom allemaal ook weer heel veilig terug. Succes! Max, bedankt. De eerste triathlon. Gerard, die denkt aan de golden jas aan. Ja, Gerard, die kijkt al heel erg. Hey, Gerard, goedemorgen. Herman, goedemorgen. Super. We wachten tot 9:30. We gaan het anders. We krijgen zelf wel een seintje daar. Maar de bedoeling is om 500 meter te gaan zwemmen voor de 16:30. Hoe gaan we dit verder doen? Is het kwestie van Johan geeft de sein dat iedereen er is? En dan is het op de toeter tikken, of doet Johan dat? Ik ga wegstarten. Kijk, Max gaat op de toeter vertrekken jullie. Denk aan rechts zwemmen. Geweldig, ik zwem van de toeter en geef het tot de volgende. Omdat elke vereniging die heeft vrijwilligers. En op vrijwilligers valt de vereniging. Net zoals de vrienden van de tippen, laat maar zeggen, dat zijn toch dingen die ze hier organiseren voor, ja, voor iedereen eigenlijk. Ja, plezier, hè? Morgen is maar 3. Dat gaan we volgend jaar anders doen, Johan. Dat kan niet. En ik zie natuurlijk van Rolf die zit ook lekker op een stoeltje. Een zonnetje in de rug. Heerlijk. Ik zal je maar de volgende. Prachtig, een mooie fiets gestaan.
Ik zie nog een fiets liggen, er zit een modder uit België op. Er zal over kasseien gereden zijn. Een reepje eten erbij voor onderweg. Kijk, handdoekje. Er zijn echt dingen waar we over nagedacht hebben. Gouden voeten, handdoek. Droog maken. Ah, kijk, Paul Verschuren is al klaar. Paul, kijk naar Paul, we zijn even snel over. Zeg je wat, zeg meer over jou dan over je broertje. Het is wel je broertje, maar kan zwemmen, Paul. Hey. Maar goed, André doet zijn t-shirtje aan, de helm op, zijn schoenen aan. Hey, we gaan samen met Paul Verschuren op naar het fietsen. En ze komen natuurlijk allemaal weer, komen ze hier weer over de parcours, de tippertje, ja, die feier is het water. Dan gaan we naar de fiets toe. Rustig loopje, zo met hartslag goed houdt. En dan gaat de volgende renner, die gaat het terrein verlaten. Nummer 142, dat is van het team Ardes Dumink. En ik zei Ardes, want die staat Paul om de hoek te wachten hier. Hij zegt, ja, ik moet toch mijn broertje een beetje in de gaten houden. Maar ik denk, Paul kennende is hier al lang en breed vertrokken. Daar gaan ze. Kleine wijziging in het parcours in de loopgroepen. Houd de paarden heel goed in de gaten, maar de hoogte gaat andersom. Kijk, je komt eerst vies met dikke banden, dat moeten we hebben. Zo ga je gewoon goed drinken, dat moeten we hebben. Ja, je bent toch je officiële kleding verplicht? 20 kilometer, Erik gaat 20 kilometer fietsen, net als alle andere deelnemers. Gaan ze allemaal 20 kilometer fietsen. Terug Robin. Op mijn fiets, jawel, met mijn fiets. Net op het verkeer, rechts aanhouden. Je ziet ons samen dingen van, je ziet ons hier. En ook met 06, met de natte voeten in de schoenen en zo, dat is, ja. Rechts aanhouden, let goed op het verkeer. Ja, los helemaal op, hè? Maar ja, goed. Rechts aanhouden. Sorry, zijn de eerste groep is helemaal weg? Ja, dit is nou bijna. Ik denk dat er misschien 1 of 2 komen. De laatste zijn ze wat, hè? Ja, ik denk dat iedereen wel het zwemmen is ongeveer. Die dekker is relaxed. Even kijken. Ja. Goedemorgen. Hé, hey, Karen. Karen. Max. Ze kunnen aan de kant gaan hangen. Oh, jullie aan de, ik denk aan de kant hangen, maar jullie mogen vast aan de kant. Niet smokkelen, want ik kom bij jullie. Daar gaat hij. En je ziet 80% boskroon. Dat zag je ook natuurlijk in de eerste serie. Dan gaan ze gigantisch van start met boskroon. En zo halverwege zien ze allemaal overgaan op schoolstand, 500 meter. En uiteindelijk gaan de mensen onder de 16 jaar, die doen 250 meter. En dat is de helft natuurlijk. En die zitten op. Goed zo, André. Zwemmen gaat ook lekker hier. De strakke diervoerder staat ook goed, schoolslag. En je ziet links en rechts mensen overgaan van botkroon op schoolslag. Alleen hier zie ik het treintje uit.